Welkom bij een nieuwe aflevering Orde van de Lotus Genie. Nou, ik heb misschien nog wat uit te leggen waarom ik in een van de vorige afleveringen 5 monniken en 1 wachter noemde. Nou, ik probeer eigenlijk de leerwerker straks over te hevelen naar hier zijn er 3. En er staat er nog eentje buiten. Waarom zijn het er 5? Nou, deze 3 moeten naar boven. Dan heb ik er 5. En dan probeer ik eigenlijk dus de leerwerker over te hevelen naar een schuur. Komt u maar. Dit is je nieuwe huis. Ja, dit is je nieuwe huis. Er zijn er al 4 boven. Jij bent de librarian. Die ben jij natuurlijk ook. Jij bent ook een librarian. Jij bent 33, jij bent goedkoper. Oh. 25. Oké. Die hebben we al behandeld. En jij... 40. Best wel. Oh, jij bent er nu ook. Goed zo. 29, doe maar. 19. Oh, 10 boeken. Ik heb ook al gehouden. Red. En jij bent daar nu. Oh, fijn. Goed zo. Hup. Hup. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 monniken. En als ik nog een witjas of wat dan ook krijg, dan gaat de bruine er ook nog uit. De bruine was de visman. Zo. Dat is wel heel handig om te zien. Waar nu waar de ingang is. Hè? Hier. Bij de ingang. Je moet eigenlijk even wel ervoor zorgen dat... Oh, dat is een beetje te veel. Een beetje te veel. Waar is die nou gebleven? Oh, die zit natuurlijk hier bij in. Dan kan ik hem anders zitten. Hè. Zo. Dan weet ik zeker dat hij me niet ontsnapt. Ja, fijn. Dan maakt er daar niks uit. Zo. Ga je daar eens even heen? Zo. Zo, jij kan daarheen. Meneer de wachter. Oh, ik hoef niet in jou te zitten. Ga eens even daarheen. Is dat een goed idee? Zo, net even gehandeld met deze meneer. 3 emeralds voor een pens. Maar ja, je moet soms wat om die dingen, om die lui aan de klets te krijgen. Nou, niet verkeerd. En dat is alles. En ik heb er nu nog maar 12 over, dus... En die krijg je dus echt niet. Nou, bye bye. Ja, dan weer dicht. Echt onthouden dat het hier is. Ja, dat zal ik wel weer lezen. Zo. Nou. Ik verder met mijn andere klusjes. Ik heb het terrein echt al een heel stuk teruggebracht. En ja, goed, dat kun je zelf dus ook zien. Een heel stuk teruggebracht. Want dit kan allemaal nog zakken. Want dit kan allemaal gelijk. Dit kan straks helemaal doorgetrokken worden. En hier moet ik nog een goede plek voor hebben. Er zit nu al een koe in. Dat is ook wel erg handig. Erg fijn weer. Er zit ook altijd wel wat in.
Maar het terrein begint te komen. Ik heb, zoals je ziet, overal van die pompoendingen ingedaan. En ik ben een beetje aan het zoeken geweest. Van waar zal ik het doen? Nou, dat zal ik wel eens doen. Kijk, daar komt er dan een. En dan... die halen we er nog even. Nou, is de bedoeling dat er nog een stuk van de strating in komt. En dat wordt allemaal wat later. Hier komen de trapjes. En, nou goed, je hebt wel een beetje een idee van wat de bedoeling is. Het is een hoop werk. Ik heb het allemaal niet gefilmd. En het zal alleen maar saai zijn. Saai. Ik heb gewoon weinig zin om alleen maar te laten zien dat ik wat heen en weer en bomen kap. En hele ruiten met deut erbij. Dus goed. Ik ga voor nu een tukje doen. Ik kom hier niet eens op. Nou ja, je hebt aardig goed door wat de bedoeling is. Zo. Voor de afwisseling. Oh, er is blijkbaar eentje die is nog niet goed gegaan. Gaan wij nieuw land ontdekken. Voor de afwisseling gaan we nieuw land ontdekken.
Ik heb het idee dat ik hier al een keer eerder ben geweest. Vooral omdat ik dat daar zie. En dat ziet eruit als... ijsheuvels. En dan moet ik nog opletten ook. Oh, nee, het zijn gewoon bomen. Nou, het enige wat hier veel is zijn poppies. Laat ik die dan maar meenemen. Wauw. Het ziet er maar uit hoor. Nou goed. Ik denk dat ik nog wel verder mag trekken. En waar moet ik nu gaan doen? Oh, daar moet ik naartoe. Daarom heb ik dus ook toortsen geplaatst, want dan kun je dat in het donker goed zien. Het is toch wel zo dat het meest interessante land bij mij het verste weg gelegen is. De kans ook wel vrij groot. Dat er geen mobs meer in de buurt zijn. En dan gaan we die kant eens even op kijken. Allemaal bos. Wauw. Alleen maar bos. Alleen maar bos. Leuk hè, bovenin. Ja. Oh, hier was de creeper duidelijk bezig geweest. Oh, nog een keer. En daar heb je vooral sneeuw, sneeuw, sneeuw. Nou, sneeuw heb ik zelf genoeg, dus vind ik niet echt interessant. Wat moet ik zeggen? Mocht ik hier nog een keer... Oh, blijf die even hangen. Mocht ik nog een keer in de buurt komen, dan... Goed, gaan we maar naar de andere kant. Hé, ga even weg. Yo, wat doe jij hier nou? Ga je even gauw terug naar je eigen land? Hup. Ja, ga even gauw terug. Nee, jij moet terug. Jij moet terug, jij kan hier niet blijven. Jij kan hier niet blijven, kom op. Jij kan hier niet blijven. Ga even gauw terug. Nee. Wat een potver. Hey!
zelf wel hoor. En, oh mijn god, ik moet eten. Kan ik het heel eind wel terugkomen? Hoe mooi is dat? Fucking. Ik gooi hier even wat eten in. Dat was eigenlijk de bedoeling. En het bed gooi ik hier ook in. En de boog gooi ik hierin en de pijlen gooi ik hierin. Ja, en de vishengel ook voor het geval het ooit nog een keertje uitkomt. Nou, ik zie hier wel waar het varken gebleven is. Dan gaan we even kijken of er nog... Nee. Hè? Come on. Hey, hallo. Stomme. Gasten. Ik wilde dus net zeggen, gaan we even kijken of er nog gas dan zo... Waar is het varken? Hallo, niet weggaan. Lekker met die gas en de dinges. Waar is het varken nou dan? Ik ben het niet tegengekomen. Nog maar een keer kijken. Waar is het best? Nee? Nee. Jij wel. Gaan we weer. Ga aan de kant. Dankjewel. Ga aan de kant. Ga aan de kant. Ik heb dus net ontdekt dat ik dat ding vooruit moet halen. Ik ben er niet tegen gekomen, dus hoe kan je ervan? Hier is het kruispunt. Hier is die niet. Daar is het varken. Nee, dat is een ander varken. Die is buiten de poort. Hallo. Hallo, jullie hebben een veel te klein huis. Ik hoop maar dat dit goed gaat, dat ik niet naar beneden flikker. Oh, even wachten. Dat was jij. Kom ook naar buiten. Dit is echt maf, joh. Waar is dat? Is die andere dan gebleven? Echt, ik vind dit zo'n apart raadsel. Ik ga nog een keer kijken waar die is.
Nou, zet ik hem weer even op peaceful. Dan hebben we ook geen last van andere gasten. Ja. Ga ik achter jou aan. Blijf hier. Wel potverdorie. Wat een ellende is dit. Dit is niet leuk meer. Dit is niet leuk meer. Nou, ik heb hem weer. Vond hem ergens halverwege dat hij stil stond. Dus nou, ik log weer in bij... ik kom weer terug bij het begin. Kijken of die wegflipt. Ja, hij is weg. Mooi. Daar kan hij in ieder geval niet heen. Ik denk wel dat hij naar buiten is gegaan. Hij is hier niet meer. Hij is er toch niet weer doorgegaan, hè? Of is hij hier? Nee, hier is hij niet. Hier is hij ook niet, dus nou, dan ga ik hem weer opnemen. Ja. Oh. Ik mis er dus nog een. Wat mis ik?
Oké, ik heb blijkbaar een rail niet opgepakt. Of ik heb er één te veel. En die staat dan hier. Nee, hij is hier doorgegaan. Nou, dan pak ik hem hier maar even. Want dat duurt me te lang. Ik heb eigenlijk gemist waar die heen is gegaan. Maar goed. Ik denk wel dat die gelijk rechts afgeslagen is naar boven. Ik denk het wel. Maar toch voor de zekerheid. Maar even een deur plaatsen hier. Dat is een andere. Fijn. Was dat dan nog? Ja, hier is het. Nou, daar is het varkentje. Is goed aangekomen. Gelijk de weg naar buiten gevonden. Is gelijk bezig zijn omgeving in te schatten en te ontdekken. Pas op voor de cactussen, hè? Pas maar op voor de cactussen. Zal ik jou even meenemen? Dan ben jij mijn nieuwe knor. Ja, kom maar. Vind ik wel een goed idee. Kom maar. Dan ben jij mijn nieuwe knor. Even kijken. Deurtje dicht. Krijg jij een worteltje. Pak ik een fout. Neemtrek erbij. Ik ben nou toch weer zat. Zo. Neemtrek erin. En knor. Voor jou, knor. Goed. Nou, dat was het. Voor nu. Bedankt voor het kijken. Ik heb een nieuwe huisgenoot. Helemaal uit de verre landen opgehaald. En ja, het is weer gezellig. Ik miste dat geknor onderhand wel een beetje. Dus eens kijken hoe lang deze zijn naam houdt. Ik zou het niet meer doen. Maar toch besloten om het nog even te doen. En wie weet hoe lang deze knor zijn naam houdt. Zeg dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. We zien wel wat we dan weer doen. Toch? Dag.